Hoewel smaken kunnen verschillen, vinden wij het toch belangrijk om het schapenvlees niet te lang te laten bakken, anders wordt het te droog. Ik zal het even demonstreren door een hap te nemen. Zoals je kunt zien, is het wel van belang dat het vlees nog een beetje rosé is van binnen, zodat de smaak optimaal tot zijn recht komt. Ook even graag laten zien hoe je het beste arancini kan eten. Veel Nederlanders die stoppen natuurlijk het stokje achter in hun keel, wat niet echt handig is. Wat je moet doen, is het stokje dwars houden, je tanden erop zetten en naar rechts trekken. Mmm, heerlijk.